Het heeft even geduurd. We zijn een behoudend volkje. Maar uiteindelijk hebben we ook in Nederland het online winkelen omarmd. En daar valt ook wel wat voor te zeggen hoor. Om lekker op de bank te blijven zitten. In plaats van bij min 4 door de natte sneeuw naar de winkel te gaan voor een nieuwe trein. Het online shoppen heeft de afgelopen jaren een forse vlucht genomen. Dit zijn de online maandomzetten over de afgelopen vier jaar. Inmiddels kopen we een kwart van onze non-food artikelen online. Een markt van zo'n 11 miljard euro. En dat kan nog doorgroeien naar 35% in 2025. Veel winkeliers herkennen de trend en zorgen ervoor dat ze zelf ook online bereikbaar zijn. En op zich werkt dat. Klanten waarderen het koopgemak, de lage prijzen en de grote keuze die ze hebben bij online winkels. Wat ze missen is service en passend advies. Dat is echt meer het domein van de fysieke winkel. Van alle kleding die we kopen, kopen we op dit moment 28% online. Speelgoed 28%, elektronica 37% en entertainment 55%. En die percentages stijgen. Online blijft dus toenemen in belang. Want het potentieel is enorm. Een voorbeeld: het grootste winkelcentrum ter wereld, de Mall of Dubai, heeft 1300 winkels, trekt 80 miljoen bezoekers per jaar. De omzet is niet bekend. Amazon. Biedt ruim 500 miljoen producten en trekt 310 miljoen actieve klanten. bij een jaaromzet van 177 miljard dollar. Maar, volgens onderzoekers van ING. zullen er uiteindelijk maar een paar grote namen overblijven. Grote partijen genieten de voorkeur en het vertrouwen. Je wil natuurlijk niet dat je geld ergens in China belandt. en dat je naar je spullen kunt fluiten. Het gaat dan om namen als: je ziet ze hier: Wakamp, Coolblue, Alibaba, Bolcom, eh, Zalando en Amazon. Maar daar zit ook een andere kant aan, want meer gemak, groter assortiment en lagere prijzen hebben een keerzijde. Door de dominantie van grote platforms zal de klant steeds meer zijn grip verliezen. Meer online aankopen betekent dat je inlevert op je privacy. De consument zal moeten bepalen of hij dat wel wil. En daarnaast, als de markt wordt gedomineerd door een paar grote spelers, dan zal dat een verschraling van het aanbod kunnen betekenen. En dat kan uiteindelijk leiden. Tot minder keuzemogelijkheden en minder prijsconcurrentie. En dan zijn we met z'n allen uiteindelijk minder goed af.